Dan maak je bij ons een leuke. Thank you.
Ja, dat toch. Met Jan van de Sessen gaan we naar de eerste man in de bal. Goed. Dat is te laat. Die is niet komen. Donkere zonnebrilletjes heen. Want we komen stilaan naar het einde van de wedstrijd. En nog steeds dat voltallige peloton. Ze rijden zo'n kleine 3 minuten. Tezamen. Het zal nog wel uit elkaar spatten in die laatste twee ronden. Drie ronden van het einde. Nog drie ronden. Ja, begint achteraan staat het deurtje weer open. Nog 7 kilometer in de Tour. Ze hebben nog 18 seconden voorsprong. Maar er zijn er geen 11 meer, geen 11 leiders meer, maar ook nog enkele renners met een kleine bonie op het peloton. Dat knopje, dat was niet jongens. Ah, ja, maar dat heb ik niet verteld. Ik zeg alleen, Jens, ik zeg mij, ik was goed kerst. Alleen de laatste draai rond. Zeg nog eens graag dank aan Hans Legers uit de Veldestraat, aan Happy Bike, aan de Oude Aardlongse Baan. Adrink voor hun steun. Volledig gesloten peloton. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden. 2 ronden nog af te leggen. En Jonas Schaibroek, hij aan het commando. Dank ook aan Vleerakkers, Merkel, de Belgische verdeler van Tom het Olij uit Rijkenvorsel, Rikuurs den Horstlij. En in de Tour hebben ze de 3 vluchters te pakken. Ja, wat is het? De auto moet niet meer rijden. Laatste ronde. De laatste ronde. Dan moet je hem niet doen, hè? Argosaan ook nog meedoen en er wordt dan gedraaid. Ze draait nu naar de ingang van het tunnel. En dan schuiven we natuurlijk dichterbij tot op de eerste rij langs de nadarhekken. We planten ons en we kiezen een goed plekje uit. Zorgen ook dat ze eventueel na de spurt recht door kunnen rijden. Dan wordt het allemaal interessant. Er daar nog iemand in om erover te komen met Jan Vos. Misschien die dringt aan, maar Cavendish kan het halen. Cavendish gaat het halen. Staan weer niet op de foto. Eenmaal Cavendish voor die op de streep is. En hij haalt het toch wel zeker. Alweer de snelste man op aan. Ja, en Cavendish wint de Tour, de laatste rit. En hier wordt gespeurd voor een verdere ereplaats. Einde van de wedstrijd. Gentse pilotagewagen. En dan kijken we over de kopjes heen. Het peloton in volle vaart. Dus uitkijken, geblazen. Goed rechts houden, Angelo. Geloof ik dat zijn naam is. En dan komt hier het peloton. En gaat ze nog net voor blijven. Maar er wordt gespeurd. En het is zaai. En zoals ik het zag, was het ook Jesper Killer. Maar we gaan de beelden afwachten. Ja, denk ik. We gaan wachten op de videobeelden. Of tenzij de jury daar unaniem over is, dan. Pas op, jongens, rechts rijden, hè? Hier is het. Pas op, hè. Ja, je bent wel wat sportachtig aangelegd. Ja, ik vind dat leuk zo. Ja, het is niet waarschijnlijk niet de eerste overwinning. Dit jaar wel.
dit jaar de eerste overwinning wel. En dan hopen we dat er nog veel volgen. Heb je nog ambities in de loop van de zomer? Nog meer winnen. Nog meer winnen. Goede instelling. Ik zou zeggen, neem plaats op het naast. Het was net, maar het was wel duidelijk zichtbaar. Dus, en dan de derde plaats is voor Dries de Broos. En dan volgen er nog trofeetjes uitgereikt door de schepen van openbare werken. Onder andere Patrick Geus van de gemeente Reti. En de tweede plaats is voor Jonas van Schaaibroek. En de derde plaats voor Dries de Broos. Voilà, dan is er nog een applausje dat erbij hoort. Ja.